Yo! Yo mensen, Baas Games, ik ben Arin en ik ga weer verder met de DuckTales Remastered serie, deel 7 alweer volgens mij. En de vorige keer hebben we Nunu van League of Legends verslagen. Nee, maar we hadden de Yeti. Volgens mij, ik weet niet of dat de Yeti heet in het Nederlands, maar dat maakt niet uit. Die hebben we in ieder geval toen verslagen, niet helemaal verslagen, maar... In ieder geval, het kwam erop neer dat hij een kroon in haar voelde. Dat was het als een meisje, want ze had make-up op. En ja, dat was de kroon die wij wouden hebben. Dat was de Lost Crown of Genghis Khan of zo. En ja, nu hebben we nog één missie over. En dat is The Moon. Dus do you want to travel to the moon? Ja, wij willen wel reizen naar de maan. It's a long way to the moon, lads. But the green cheese of longevity will make it worth the trip. Up and away. Oké, eens even kijken. Oh, sowieso dikke ruimteschip. En we moesten op zoek naar een of andere groene kaas of zo. We zullen gewoon gezien. Zo, één awesome achtergrond. Gosh, Mr. McDuck. I've never been to the moon before. Well, when it comes to space cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro. Loopt hij nou om te kouwen? Oh, cadetjes. Space cadets. Why, that's Oxychew, Mr. McDuck. It's my latest invention. Oxygen-flavored taffy. 5 good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh. And it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now... Which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah? How do you figure? Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear mama said. And did it take a feather brain like you to believe her? Ugh, sometimes I don't know what I'm gonna... Wait, what's that? Dat wou ik ook wel zeggen. What the fuck is dat? Here's someone to give us directions. Hello? Oh shit! Aliens, aardmannetjes, al die shit. Ja. We've got to save him. Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the moon vault. All right, fine. Stay here and guard the supplies while I look for that bumbling bookkeeper. Oké, okay, dus kijk eens aan. We waren met Willy Wartel op weg in een ruimteschip naar de maan. En daar kunnen we gewoon in ademen, omdat Willy Wartel weer heel inventief kauwgom of iets had gemaakt. Oh, lekker snel springen. En dat was heel mooi. Oh shit, wat de fuck is dat? Nee, maar het kauwgom gemaakt, daar kunnen we gewoon ademen. Maar volgens mij was het Guus gelukt, die ook meeging. Ik weet het niet zeker hoor, maar hij zag er op een bepaalde manier toch kakkerig uit. En die is nou ja, zeg maar gepakt door... Oh, hij gaat vechten jongen. Hij gaat vechten jongen. Kom vechten dan. Oh shit, hij knocked mij neer. En die is nu aan, die is te pakken genomen door aliens. Dus die moeten we nou gaan bevrijden, want hij had iets bij zich. Wat wij nodig hadden om in de maan in de maan te gaan ofzo. Ik snap dat niet helemaal. Hij zei to break into the moon ofzo. Maar ja, we zullen wel even zien. Volgens mij is de bedoeling dat ik die dingen niet aanraak. Want er komt nog wel stroom vanaf. Ja, dat bedoel ik. Oh. Nee, spring dan. Nee. Je moet niet tegenaan springen. Hier is echt gefuckt te doen. Nee, dat wil ik niet. Oh, nou, dat kunnen we ook doen. Maar dan moeten we weer helemaal teruglopen. Zo. Oké, eens even kijken. Dan gaan wij omhoog.
Want we moeten altijd naar alle stipjes toe en die gaan we dus eens even vinden. Wat is dit? Hier zouden we omhoog moeten, maar dan moeten we zeker eerst wat gaan doen. Hey, daar hebben we een helm. Gizmo Duck. Wie is Gizmo Duck? Ja, hoe moeten we daar doorheen gaan? Oké, dus we moeten eerst een iets vinden waardoor we daarbij kunnen. Nou, het zal misschien wel hierboven liggen. Ik zou niet weten waar het anders zou moeten liggen. Juist, allemaal mooie diamantjes. Oh, hij heeft zo'n leuk lachje. Oké, kunnen we hier niet iets mee? Niet met die muis of zo, maar met die met deze switch. Daar zit hij hoor, die Guus Geluk. Ik noem hem maar Guus Geluk. Oh, er komen allemaal ratten aan. En stop embarrassing yourself. Mr. McDuck! Thank goodness you're here! I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones. Ja. I'd soon learn that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your Gizmo Duck suit. You mean this? Security system disengaged. Fenton, you're a... Zo, hij is wel echt een whizkid. Hij heeft het ding nog geen eens aan te raken en hij heeft al... het security system disengaged. Oftewel uitgeschakeld. En hij heeft ook de zwaartekracht dingen. Dat waren dus die switches. Die heeft hij kapot gemaakt. Dus nu blijven we vliegen. Oké. Oh, er gaat een dingetje af. Maar... Oh ja, ja, we moesten deze kant op. Wat? Oh, wat moeten we met al die switches doen? Want daar zat er ook één. Nou, het zal wel... Nou, daar zullen we wel niks mee moeten doen. Maar... Hoe kan dat? Wat? Wat moeten we nou met die dingen? Oh! Hartstikke mooi. Now, let's go get my Gizmo Duck suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find ja, man, Dunderkop. Oké, okay, dus we gaan op zoek naar de Gizmo Duck suit. Voor het pak van Gizmo Duck. En dan gaan we gewoon omhoog, denk ik. Ja. Oh shit, er komen weer Mac aliens aan. Alien ducks. Oké hoor, moeten we daarheen? Dus even kijken of dat... Jee, niet dood aan. Zit hier nog wat? Hé, hey, daar zit een stekker. Ik zag daar een stekker zitten, of... Ik weet niet of dat goed was, maar... Nou, we kijken zo meteen wel. Ja, au au au. Ik heb ook wel eens au au au. Oké, eens even kijken naar boven. Hier zit ook niks, allemaal pijpleidingen. En hier zitten allemaal stenen. Oh, en er zitten waarschijnlijk ook wel levers. Hartstikke mooi. Hey, kijk, dak nodig. Ik was al bijna dood, ik had geen zin om opnieuw te beginnen. Zo, even alles kapot maken. En daar hebben we een deel. En wat hebben we hier? Welk deel is dat? Looks like I found Gizmo Duck's armored suit. It's a good thing Gyro rigged up this hyperspace pocket for me to carry things around in. Now, only two more parts to find and we can break into that moon vault. Ja.
Nou, dan moeten we even gaan vinden. Oké, het eerste part is binnen. Dan gaan we helemaal gaan we het tweede part opzoeken. Nee, omlaag. Maar ik wil niet op. Ja, dat wou ik dus juist niet. En dat ook niet. Ja, naar beneden. En dan gaan we hier naar rechts. Nee, dat wou ik niet. Hey, kijk eens aan. We hebben ook nog wat robijnen. Oh. Hartstikke idee, uit de lucht. Oh lol, hij vliegt ook tegen dat ding aan. Ah, ik wou net zeggen, hij moet wel kapot gaan. Dat kan niet anders. Ja, hierheen. Oh, dikke double kill. Trouwens, hè, die beestjes lijken echt op Zoidberg van Futurama. Why not Zoidberg? Eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Even allemaal muntjes, denk ik. Zo, joh. Kom een hele lading met dingen voorbij. Hartstikke idee. Meteen even wat geld erbij. Oh shit, wat hebben we hier? Wat is hier te doen? Nou, dat is. Ja, die gaan we wel pakken. Oké, kom op. Oh, ik ging bijna voor de triple kill, maar. Oh, hey, hey, daar hebben we. Ah, oh, dan ga je naar beneden en dan zijn die beesten er weer. En dan ga ik maar weer naar boven. Want daar hebben we oma Duck. Die komen weer even lekker wat te kanen brengen. Hier, dat zie ik erin. Ijsjes en taart. Job, as usual, Mrs. Beakley. Go on, Mr. McDuck. No need to worry about me. Oh, is. Daar gaat de oemelijk snel vandoor. Kijk, okay, dat is gewoon hartstikke mooi. Ik heb het helemaal niet per se nodig. Maar we krijgen gewoon lekker wat te kanen van oemelijk. En ja, eten is altijd goed. Dus nou, het is niet altijd goed, maar het is gewoon, gewoon lekker om wat te eten. Lekker twee ijsjes en taartje op, twee soft ijsjes. Hey, dat zijn weer die soft ijsjes. Ik ga helemaal op al het eten. Eens even kijken, jullie komen ergens die. Oh, we moeten hier naar boven. Ik wou net zeggen, er moet weer zo'n kerel aankomen. Oké, weer. M, even plat stampen. En wat hebben we hier? Ja, het is hier een mooie robijn. Oh shit, nu komt het hè? Oh shit. Dit is nog redelijk te doen. En we hebben het onderstel van. Het wiel. Who fights crime with a unicycle? Now just one more part to find and I can get off this flying monstrosity. Ja, oké, okay, dus we gaan op zoek naar het laatste deel. We hebben nu een eenwieler, dat is de onderkant. Hey. Fuck, hoe moet ik daar nou weer naar. Huh? Dat kan niet. Even nog een keer. Ik wou net zeggen, er moeten wel twee beestjes zijn, maar die ene was hem al gepeerd. Nou ja, we hebben het nu gered in ieder geval. Ik vond het wel raar, ik denk, hoor ik die sprong ook te kunnen maken? Of. Waar zitten we? Oké, double kill. Hoppakee, weer een double kill. Hatske day, triple kill. En dan gaan we hier naar beneden. En dan gaan we hier naar beneden. En dan hebben we hier hebben. Kijk eens aan, we hebben dat ding weggehaald. Geen idee wat het nou uiteindelijk was. Ik denk die switches, denk ik uiteindelijk. Maybe I'm a wee bit too hard on the lad. Now that I've got all three parts, I can head back to Fenton and Gyro. I hope it's not too late. Nee, dat hoop ik ook niet. Oké, okay, dus we gaan terug naar Willy Wartel. En wat ik denk, Guus Gelik. Nee, Guus Geluk natuurlijk. Maar in ieder geval Fenton heet hij. Dus geen idee wie die is. Oké, okay, dan moeten we terug hierheen.
Elke keer als ik zo aan het pogo ben, moet ik echt denken aan Disco Pogo. Misschien ken je het liedje. We're in luck. I managed to find all of Gizmo Duck's suit. Ja. Oh boy. Now we can blast to the boy. Just a moment, Fenton. Gyro, I think I left my favorite $2 bill under the back seat. Would you mind getting it for me? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, boss, why'd you send Gyro back onto the ship? So he doesn't find out you're Gizmo Duck when you put on that suit, you dunderhead. But there are only... Oh, dus hij is Gizmo Duck. Won't he figure it out anyway? When Gizmo Duck appears and I've mysteriously vanished? How wouldn't he worry about that? Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh! Hey! Would you just get on with it? Hey! Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? G! Yeah, G. G, G, G. G, G, well played. Oh shit, daar gaat hij hoor, Gizmo Duck. So that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, would you, and follow me. Hij is sowieso echt cool met zijn eenwieler. McDuck? Fenton? Gizmo Duck? Huh. They're gone. No shit, Willy Wartle. What was this $2 million bill? Oh well, back under the seat it goes. Oké, okay, dus dan gaan we weer op weg. Oh shit! Hij doet gek, raketten. Oh, dus ik hoef niet eens wat te doen, joh. Hij doet alles vriendelijk van mij. Hatsidee. Hé, wat is dat? Oh, dat is gewoon een deel ervan. Hatsidee, schiet ze allemaal meneer hoor. Oh, ik was al eerder. Oké, okay, waar moeten we heen? Oh, we moeten. Oh shit. Hé, hey, waarom ging ik alsnog dood? Nee, hij doet er niet toe. Oh, ja, hij gaat voor de double kill. Triple kill. Ja hoor, quadra kill, jongen. Pentakill, jongen. Hexakill. Nee, ik weet niet hoe dat heet. Hekakill volgens mij of zo. Oh, hij is echt een ramp, jongen. Oké okay, hoor. Hij is me telkens net iets voor. Eens even, wat hebben we hier? Oh, daar hebben we die groene kaas weer. Yes, schimmelkaas. Step aside, citizen, whilst I blast the door asunder. Zo, shit. Hij had ook in één ding had hij een onderbroek vast. I mean, well, the path is clear, good sir. Good work, Gizmoduck. Now. Oh, shit. Zo, er komt even 20.000 kilo aan zware jongens aan, jongen. Govert Goudduk. Nee, Govert Goudglans. Why you do? How did you find out about the green cheese? Wouldn't you like to know? But thanks for saving me the trouble of blasting through that door on my own. I'll stop him, Mr. McDuck! Halt, evildoer! No, Gizmo Duck. I need you to help me deal with the... Beagle Boys. Bah! Ja, dus Gizmo Duck is achter Govert Goudglans aan. En ik moet nu op pad naar alle zware jongens. Hele zware jongens. En we hebben er al 4 gekild. Nee, dit is de 4e. En dan ging er een heleboel in, dus we hebben nog een boel te gaan. Oh, die moet ik ook hebben. Hartstikke idee. We hebben alweer bijna 4,5 ton. Oh, dat ja, daar kunnen we nooit bij komen. Maar ja, maakt niet uit. Hoef ook niet alles te hebben. Want dan zou ik nu nog een heleboel terug moeten gaan. Hartstikke idee.
Hartstikke mooi. Oh, nee. Eens even kijken. Juist, hem heb ik hem ook weer gekild. Hartstikke recht op zijn hoofd. Deze even pakken. Wat hebben we hierboven? Oh, één dikke schatkist. Wat hebben we hier allemaal? Oh, dat is een grote schatkist. Daar moeten we zijn. Oh nee. Oh, is een extra hartje. Een grote schatkist betekent altijd iets heel goeds. Maar we hebben weer een extra hartje. We hebben gewoon 5 hartjes. Dus dat is gewoon 10 levens. Oké, gewoon even lekker er doorheen rushen. Nee, springen. En daar hebben we de groene kaas. Oh shit, er komen die ratten weer aan. Oh shit. Ja, ik zie het al aankomen, jongen. Deze rat is gewoon in één keer één dik monster geworden. Oh jee. Oké, jongens. Boss fight incoming. We hebben dus... we gingen eens achter die groene kaas aan. Maar die rat had dus, die rat heeft dus die groene kaas opgegeten. Nu is het één groen beest. Oh shit. Oh shit, wat is het helemaal aan het doen? Oh, nee. Oh, waar komt die? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Oh, nee. Nee, oh, ik raakte hem bijna. Juist hem. Oh, is hij springt elke keer de goede kant op? Of spring ik nou gewoon elke keer de foute kant op? Dat kan ook. Nee, ik wou net recht op zo springen. Oké, nou ja, ik spring gewoon elke keer de foute kant op, want hij deed elke keer iets verschillends. Oké, als ik nu gewoon even hier blijf springen. Ja. Ja. Oh shit. Hij heeft weer aan de Monster Energy gezeten. Oh shit. Hij is helemaal groen. Hij is gewoon een Hulk. Oh jee. Nee, ik ben al dood. Sowieso. Ja, dat dacht ik al. Oh, springt hij ook nog tegen me aan? Dan sta ik weer op de verkeerde kant. Oké, nog een keer. Oké, nu wil ik het echt gewoon goed doen. Juist hem. Nee, ik moet verder springen. Dat is het gewoon. Oh jee. Kom op. Kan je dan eigenlijk niet op hem springen? Even uitproberen. Oh, net te laat. Oh, sprong die kant weer op. Oh, weer net te ver weg, hè? Ik moet net iets eerder, iets later springen. Oh, shit. Hij spant even waar ik spring. Kom op, joh. Ja. Juist hem. Kijk, dat was goed. Dat is gewoon 3 keer goede hit. Oké, dat is dan iets minder. Hij gaat weer recht als een stier aan de gang, jongen. Oké, dat is 1. 2. Oh, nee. Jammer, jammer. Ik miste hem. Ik deed niet genoeg springen. Ah, ik twijfelde. Ik wou bijna gaan stoppen met springen. Maar ik twijfelde wanneer hij bij mij zou spawnen. Juist hem. Oh, een ijsje. Ja. Juist hem. Oh, shit. Ja, daar gaat hij hoor.
Ja, hij moest kotsen, jongen. Kotste die groene kaas uit. Giant moon rat or no giant moon rat. Nothing's gonna keep this duck from that green cheese. And all the green it's gonna make me. Oké, dus kijk eens aan. Hier hebben we de groene kaas. Is een lekker deentje. Oké, dus kijk eens aan. Dit was de missie. Even kijken, van hoe wat. Prestatie ontgrendeld. Where no duck has gone before. Ja, zeker niet, want ik ben de eerste eend die op de maan is geweest. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze episode. Doe even een duimpje omhoog geven op deze video. En doe ook even abonneren op het kanaal, dat zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik jullie later. Houdoe!